belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao is zich aan het voorbereiden voor het aanstaande carnaval. De minister van Justitie, Shalten Hato, zegt vandaag in de Extra dat de politie bezig is met voorbereiding om te zorgen dat carnaval goed en veilig verloopt. Vooral het veiligheidsaspect is belangrijk, aldus Hato. Hij geeft aan in de krant dat er onder meer gewerkt zal gaan worden met drones. Op die manier heeft de politie een goed beeld van ontwikkelingen tijdens carnavalsoptochten, aldus de minister van Justitie. Ongedocumenteerden worden sinds eind vorig jaar opgevangen in het vreemdelingopvangdetentiecentrum op het terrein van de gevangenis SDKK. Gisteravond rond 3:30 middags wisten 3 Venezolaanse ongedocumenteerde mannen te ontsnappen. Dat meldt de Extra vandaag. Het is nog onduidelijk waar de mannen naartoe zijn gegaan. De politie onderzoekt hoe de 3 hebben kunnen ontsnappen en waar ze nu verblijven. Na Qualectra, nós atuamos tempo para ser vivo, ora com mais de comunico. Chama no centro de cliente, na telefone 0800-0135, de dia luna para dia viernes, foi de setor de mente até com setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para dia sabra, também por favor. Para escolher para transita, riba a Qualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca, para a visita cerca nos vai mais fácil. Sì, a Qualectra su centro di cliente vuole clapa sul vivo na e momento con te comini a bo. Op de Camina Rignald Recordino heeft gisteren een auto-ongeluk plaatsgevonden. Dat gebeurde ter hoogte van supermarkt Beurs. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In het midden kwam een auto op zijn kant terecht. Een baby die in de auto zat is tijdens het ongeluk gewond geraakt en ook een andere inzittende moest naar het ziekenhuis worden gebracht voor medische behandeling. In 2022 zijn er veel mensen geweest die zich hebben aangemeld bij Bureau Wereldstage voor een stage op ons eiland. Het was een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren, aldus directeur Maarten de Jong. In totaal heeft Wereldstage 700 stagiaires kunnen helpen aan een stage op Curaçao. Daarnaast waren veel mensen die zich hebben aangemeld voor vrijwilligerswerk op ons eiland. Volgens Maarten de Jong neemt dat aantal mensen dat vrijwillig wil komen werken op Curaçao enorm toe. En daarbij gaat het onder meer om werk in de bejaardenzorg, het milieu of voor de bescherming van straatdieren. De 20-jarige Curaçaose Gabriela Pereira dos Santos is in de top 5 gekomen van de mooiste vrouwen van de wereld. Dat gebeurde dit weekend tijdens de 71ste Miss Universe 2022 verkiezingen. Die werd gehouden in New Orleans. Uiteindelijk is de Miss Universe verkiezing 2022 gewonnen door Miss America Arboni Gabriel. Afgelopen zondag vond de inschrijving van het Tumba Festival plaats. In totaal doen 48 tumberos mee en in totaal 22 groepen. Het spektakel was onder meer te volgen via de website van de Extra. Zaterdag vond de Tumba Juvenil 2023 plaats en de jonge Tiziano Casares wist zich te kronen tot koning van het Jeugd Tumba Festival. De Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer blijft prijzen pakken in het dubbel tennistoernooi. Afgelopen weekend won hij samen met zijn tennispartner Marcelo Arevalo het toernooi in Adelaide. Het is de 34ste titel die Royer op zijn naam weet te schrijven sinds zijn eerste overwinning in het dubbel tennistoernooi in 2010 in Tokio. Nou, 2022 hebben we achter de rug. We staan voor 2023. Maar nog even een terugblik. Hoe is 2022 voor Wereldstage gegaan? Nou, 2022 is echt een heel bijzonder jaar geweest. Ja. Wat je begrijpt, tijdens de COVID-periode is het doodstil geweest. Hè? Er kwam geen student, geen jongere meer naar het eiland. Nee. 2022 zijn we eigenlijk overspoeld met aanvragen. En niet alleen van studenten, maar eigenlijk van heel veel verschillende typen jonge mensen, om het zo maar te zeggen, die naar Curaçao wilden komen. Okay. Dus niet alleen voor stages,
Maar zeker ook voor vrijwilligerswerk, om bij verschillende stichtingen te werken. Maar ook jongeren die zeg maar een tussenjaar wilden doen. Dus iedereen wilde weer opnieuw zijn vleugels gaan uitslaan. Dat is een hele rare gewaarwording geweest, want zoals je weet doen we dit werk al 21 jaar. We weten heel goed wat de aantallen zijn die zich zeg maar per jaar aanmelden bij ons. En 2022 was meer dan een verdubbeling. Dus er waren in het totaal iets van 2800 mensen, jongeren, die deze kant op wilden komen. Dat is wel heel veel, ja. Ja, dat is heel veel, maar het is dus ook wel echt een andere mengelmoes geworden. Dat fenomeen van de vleugels weer willen uitslaan heeft natuurlijk heel erg te maken met dat heel veel jongeren dus echt ook wel op een kamer hebben gezeten. En als eiland gaven we de eerste opportunity om te komen. En al die andere landen, daar kregen ze nog geen toestemming van hun opleiding ook om naartoe te gaan. Maar lukte het wel om 2800 mensen te plaatsen? Nee, dat is ook nooit onze doelstelling. Want we selecteren redelijk streng. Want je begrijpt dat er ongelooflijk veel te leren is voor jongeren hier op het eiland. Maar dat er zeg maar, door de afstand met Nederland, door het stukje zelfstandigheid, dat er ook wat valkuilen zijn. Dus nee, we hebben er geen 2800 mensen geplaatst. Ik denk dat er in het afgelopen jaar zo'n 700 zijn gekomen. Maar dat geeft wel aan dat er heel veel belangstelling is. En dat mensen nog steeds Curaçao als een mooie gelegenheid zien. Ja, Curaçao is een extreem mooie plek voor jongeren om te leren. Om zelfstandig te worden. Om voor het eerst zelf op kamers te gaan wonen. Om nieuwe vrienden te leren kennen. Maar vooral ook om kennis te delen met bedrijven. Maar ook met vrijwilligersplekken. Of die wat jongere generatie. Om gewoon echt zeg maar zelfstandigheid te krijgen. En een idee te ontwikkelen. Wat voor studie wil ik nu gaan doen? Ja. En voor 2023? Ik neem aan dat het niet weer 2800 mensen worden verwacht. Maar wat verwacht je wel? Nou, wat ik verwacht is dat het aantal studenten naar beneden zal gaan. Daar werken wij zelf ook een beetje aan mee. Omdat we een mooie balans willen houden tussen zeg maar, lokale studenten die misschien niet wat makkelijk naar buiten toe vliegen. Dat alle stageplekken dat die ook wel beschikbaar blijven. We verwachten echt een serieuze groei inderdaad in vrijwilligerswerk. Jongeren die wat werkervaring willen komen opdoen. Of die tussenjaarders die hier dus gewoon een programma volgen. En we verwachten een beetje een groei in twintigers, dertigers. Die ook voor een maand komen, maar die met hele andere vragen zitten. En dat zijn gewoon meer mensen die aan het twijfelen zijn van hoe wil ik mijn toekomst inrichten. Daar hebben we ook een programma van een maand voor. Daar verwachten ook vrij veel mensen hier naartoe. Dus het is hartstikke populair. Ja. Wat we vooral hebben meegemaakt, en dat is denk ik heel goed voor het eiland, is dat het aantal bezoekers die per jongere naar het eiland komt, dat is echt serieus aan het stijgen. Dus hun familie en vrienden die meekomen? Ja, dat zijn hun familie, vrienden, kennissen, nichten, neven die hier naartoe komen. En dat worden eigenlijk de ambassadeurs van het eiland, hè? Want die vinden het per definitie leuk op Curaçao. Ja. Omdat ze zien hun kind weer terug, dus het is al bij Hato. Het is al geslaagd. Ja. En die groep die is echt serieus aan het groeien. Was het zeg maar in die beginjaren dat wij elkaar ook wel kenden al, in 2000 waren dat misschien twee mensen per persoon. We hebben nu studenten en die hebben tussen de 18 en de 24 bezoekers in de periode. Dat echt waar? Ja. Dat is heel veel. Ja, en als je dat gaat vermenigvuldigen en die verblijven allemaal zo'n 10 nachten op het eiland, dan is het nog steeds, zeg maar, niet alleen qua kennis een toegevoegde waarde dat jongeren hier naartoe komen, maar absoluut is het ook van toegevoegde waarde voor, zeg maar, sociaal, maatschappelijke en economische situatie van Curaçao. Ja. Het zijn gewoon heel veel mensen. Ja. En tegelijkertijd, wat je net al benadrukte, het is niet de bedoeling van Wereldstage om zoveel mogelijk stagiaires uit Nederland hier te krijgen. Het moet een soort mengeling zijn, ook dat ook lokale mensen ook stage kunnen blijven lopen. Ja, en dat is eigenlijk dat mes snijdt aan twee kanten. We merken ook dat zeg maar, die andere doelgroepen, dat eigenlijk ook wat makkelijker gaat. Dat is ook eerlijk om dat te zeggen. Ik denk ook dat de lat die opleidingen leggen, dat die ook steeds hoger wordt voor wat wel kan en wat niet kan. Dus voor ons is het gewoon gezond om een andere mengelmoes te krijgen. En staan we er eigenlijk achter dat iedereen die maar met kennis naar het eiland wil komen en op een of andere manier wat wil bijdragen of wat wil leren van het eiland, ja, die is wat ons betreft natuurlijk meer dan welkom op Curaçao. Begrijp ik. Nog één vraag. De mensen die hier vrijwilligerswerk komen doen, wat voor type vrijwilligerswerk gaat het dan om?
Ja, we hebben 3 sectoren waarbinnen we vrijwilligerswerk organiseren. Enerzijds is dat, zoals we het ook tegen de jongeren zeggen, is dat gericht op mensen. Dus dat kan zijn dat ze bij Hamiet of bij Bethesda vrijwilligerswerk gaan doen. Anderzijds kan dat zijn op zeg maar de natuurlijke omgeving en behoud. En dan zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn uniek Curaçao. En dan een belangrijk onderwerp op het eiland is natuurlijk ook hoe gaan we met onze dieren om. Ja, ja. Dus er zijn ook verschillende plekken waar dieren in de belangstelling staan. En dan gaat het over hoe gaan we om met schildpadden, hoe gaan we ermee om dat er veel plastic in zee terechtkomt. Maar ook hoe gaan we met zwerfhonden en zwerfpoezen om. En dat is een populair onderwerp ook voor vrijwilligers om gewoon een aantal maanden de handen uit de mouwen te steken, het eiland te leren kennen en op die manier een bijdrage te leveren. Heel mooi. Hey, dankjewel. Ja, niks te danken. Fijne dag. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.